Hey beste kijkers, welkom op deze zeer interessante weervideo van Noodweer Benelux. We komen hier binnen met sneeuwkansen, met opties op volstrekt winterweer. Krijgen we een ultiem scenario voor winterkansen in Nederland, België, Luxemburg, gepaardgaande met schaatsen en sneeuw? Dat is de vraag. Ik neem jullie mee in een aantal weermodellen. Trouwens, als je dit soort weervideo's heel erg leuk vindt, vergeet zeker jullie blauw duimpje niet omhoog en abonneer, want we zijn op weg, jawel mensen, naar 30.000 leden op dit YouTube-kanaal. Wauw. Goed, u ziet onze site noodweer.be en het gaat lokaal al glad worden komende tijd. Hou daar rekening mee. Opvriezing, natte weggedeelten. Lokaal valt er zelfs al wat winterse neerslag. Sneeuw die zelfs blijft liggen volgens onze weerapp Weerflash. En ja, dat kan ook komende tijd het geval zijn. En na het weekend ja, gaat die kans op zon toenemen. Dus na een kletsnat intermezzo toch wel drogere en zonnigere condities op komst. Nu mocht ik het vergeten zijn mensen, ook mijn beste wensen voor het nieuwe jaar 2024 en vooral een zeer goede gezondheid toegewenst. Goed, de weerpol komt zo meteen, dus hold on. We gaan meteen even hierop gaan klikken. Ja, als je nog niet geabonneerd bent, je bent een weerliefhebber, wel, kom er gezellig bij via die zwarte knop abonneren en dan ben je gratis lid van dit YouTube-kanaal. Goed, en dan gaan we in het weermodellenland gaan snuisteren. En er valt heel veel te beleven op dit moment. Na windstoten, regenval, wateroverlast, heel hoge waterstanden, is er een weeromslag aangekomen, aangebroken. En ja, dat gaat gepaard met een noordoostelijke luchtstroming. Dus dat gaat u voelen. U gaat de verwarming wel een tandje hoger kunnen zetten, want die noordoostelijke luchtstroming die begint met ja, aanvoer van continentale kou. En dan gaat dat kwik zeker in januari snel zakken. En dat is op dit moment al aan het gebeuren. Dus op 6, 7, 8, 9, 10 januari en ga zo maar door, gaat het behoorlijk koud worden. De kans op schaatsweer gaat ook toenemen. Zeker ondergelopen weilanden, ondiepe plassen, daar moet het wel mogelijk zijn. Nu, ja, de meer grote uitgestrekte wateroppervlakken, daar zal het wellicht nog niet gaan. Dus zeer voorzichtig zijn als u zich op glad ijs begeeft. Nu, als we even kijken naar dit infrarood satellietbeeld, dan zien we heel slecht weer. We hadden daar ook voor gewaarschuwd in onze livestream op woensdagavond. Hier boven Italië, low pressure L1, het eerste lage drukgebied op dit kaartje. Er zitten nog wel een aantal. Low pressure L2, die komt hier in de buurt van Portugal kijken. Maar daar gaan we ons niet mee bezighouden. Maar dat zijn een beetje de hoofdrolspelers. Met slecht weer, zeker Italië, pittig. Goed, dus wij, ja, wij zitten in die koelere luchtstroming en dat voelen we nu al. En die koelere lucht, ja, dat heeft alles te maken met een opbouw van een brongebied, om u tegen te zeggen, mensen. We hebben er jaren slecht voor gestaan. In Scandinavië, in delen van Rusland, ten oosten van de Benelux, geen structurele winterkou. Wel, dit jaar, 2024, is nog maar net begonnen en we trappen daar af met temperaturen van min 30 graden. Min 30 graden. En die diepvrieskou, die is in een light versie op weg richting Polen, richting Duitsland, de Alpen. En ja, de Benelux ligt daar ook dichtbij. Nu, wat dat effectief gaat geven aan de minima of de maxima, daar kom ik zo meteen even toe. Maar ja, dat dit alvast een gunstig voorteken is voor iedereen die een winterliefhebber is, ja, dat mag wel tellen. En dat is eigenlijk ook meteen de weerpol van deze weervideo. Heel simpele vraag. Bent u een zomerliefhebber of een winterliefhebber? Ik stel die weerpolvraag nogmaals op het einde van deze weervideo. Dus reageer, dat kan hier onder deze video. Heel simpel, winterliefhebber, zomerliefhebber. Als u het van mij wil weten, alle seizoenen zijn welkom, maar als daar sneeuw naar beneden dwarrelt, count me in. Dan ben ik daar ook wel een grote voorstander van. Dus zeer interessante setting. Korte termijn. En de weerpol die loopt. Als u die graag ook wil bekijken, check zeker de beschrijving van deze video.
Goed, het weermodel die we gaan starten, dat is ons Canadese vriend Gem. Even zien wat die ervan bakt. Ik heb trouwens voor de goede orde geen enkel weermodel gezien. Dan kijk ik met een heldere blik naar wat ik op een weermodel zie. En gaan we even kijken. Low pressure hier, slecht weer in de buurt van Italië. We zien ook wat animo, hoge druk ten westen van Europa. En wit op geel, Nicolas, dat gaat niet gaan. Dat gaan we even anders kleuren in het rood. Hoge druk blokkeert die Atlantische Oceaan. En dat mag wel even, want na een verzopen maand november, december en een begin van januari 24 mag dat nu wel opdrogen, die handel of sneeuw. Dat mag altijd. We gaan even zien, kijk eens, wat een setting hier. Magistraal, hoppa, 8 januari. Hoge drukkern gaat eigenlijk losgekoppeld geraken en gaat zich eigenlijk vestigen tussen IJsland en Noorwegen. En dat is eigenlijk een setting, mensen, die vrij zeldzaam is. Hoge druk in deze gebieden, zeker in januari, februari, maart, lukt niet altijd. Want wat is er dan meestal op zijn krachtigst? Dat is de straalstroom, dat is de polar vortex. En dan krijgen we wind vanuit het westen. Meestal met wind en veel regen. En nu, eigenlijk ja, begin januari, ideaal momentum trouwens. Januari, ideaal. Krijgen we een atypische setting. High pressure tussen ja, Schotland, Noorwegen, IJsland. Daar, zoals u wenst. En low pressure in het Middellandse zeegebied. Wat daar dan traditioneel zorgt voor flinke buien. En ja, mogelijk ook een pak sneeuw in de Balkan, Griekenland, Turkije. De hoger gelegen gebied. Dus ja... Zondag 7 januari, maandag 8, dinsdag 9 januari een oostelijke stroming in de nacht. Min 5 tot min 7 graden gaat het vriezen en de dauwpunten sterk negatief. En voor onze Nederlandse weervrienden, ja, dat verhoogt de kans op schaatsweer. Dan gaan we even kijken wat die gaat doen naar 10, 11, 12, 13 januari. Fingers crossed. Hoppa. Mooi bien. We zien dat dit hoge drukgebied 11 januari blijft haperen nabij Schotland. Maar we krijgen hier een tweede impuls. Het kleine broertje. Die zegt, ja Nicolas, laat ons dat hoge drukgebied hier ook maar opwerpen richting de verboden regio. En de verboden regio, mensen, dat is Groenland. Als een hoge drukgebied zich daar gaat vestigen, dan gaan we winterweer krijgen zoals de goede oude tijd. Want op dit moment, Gem, die dropt heel wat koude lucht 11 januari al over Oost-Europa. Ja, dus daar gaan ze de diepvries in. En het is de vraag, wat gaat daarmee gebeuren? Krijgen wij daar als Benelux zijnde iets van mee? Of gaat dat zo snel niet gaan? Dat is de vraag waar u nu zit naar te kijken. En we gaan die vraag meteen beantwoorden. Ja. Spannend. 13 januari incoming. Wow, prachtige setting hier. 13 januari, high pressure gaat zich gaan nestelen in de verboden regio Groenland-IJsland. Hoge druk daar mag weg, want dat wordt vervangen door een loepzuivere noordstroming, een polaire luchtstroming. Polair, oorspronkelijk Arctisch, gaat even polair worden op die Noordzee. Dus die gaat eventjes opwarmen, maar... Ja, een deel van die poolwervel houdt zich bezig met Scandinavië. Dus qua voortekenen is dat allemaal super nice. Gaan we even kijken. Hè. 15 januari krijgen we hier de Holy Grail van die koude inval. De stilte zegt voldoende. We kunnen naar huis gaan. Wat een prachtige winterkaart is dit, alsjeblieft. We hebben hier een volstrekt en gestructureerd lage drukgebied zitten boven Scandinavië, Estland, Letland, Litouwen. 15 januari, de maandag, een noordelijke luchtstroming op de Noordzee. Temperaturen op 1500 meter, min 35, min 40 graden in combinatie met de Noordzee die nog vrij warm is. Dat is vragen om vuurwerk. Vuurwerk en sneeuwbuien. Gem, dikke oké. Hoppa, we gaan naar het volgende weermodel. Als u deze weervideo heel leuk vindt, heel informatief, geef zeker een duimpje omhoog. Misschien halen we wel de 1000 duimpjes en de weerpol loopt. Dus als u nu even halt houdt, laat het even in de reacties los. Bent u een winterliefhebber of een zomerliefhebber? Misschien allebei?
kan ook, maar u mag uw ongezouten mening loslaten in deze video, in de reacties. Let's go! Goed, tweede weermodel. Dat is onze favoriet, ja, icon. Presteert eigenlijk wel vrij goed de laatste maanden, jaren. We gaan de Benelux markeren in de zwarte cirkel. Yes. En dan gaan we meteen even door dit weermodel gaan. We zien op korte termijn dezelfde hoofdrolspelers, namelijk High Pressure. Ja, die zit daar tussen Schotland geduwd en Noorwegen. Een vrij atypische setting, zoals eerder gezegd. We hebben lage druk ook zitten in de regio van Italië, dus loopt gelijk met Gem. Lage druk strekt zich zelfs uit tot delen van Turkije. En we hebben ondertussen een mooie oostelijke continentale aanvoer van koude lucht. Douwpunten zakken als een baksteen, ook hier in dit Duits weermodel. Ja, alles op orde. En dan gaan we naar die 11 januari. Spannend, mensen. Als u denkt, weerkaarten analyseren, dat is niets voor mij. Dan gaat u naar deze weervideo. Gaat u gebeten zijn door een microbe van deze weerman, Nicolas. 10 januari. Oostelijke luchtstroming. High pressure tussen Schotland en Noorwegen. Nog altijd. Dan gaan we verder. Wat gebeurt er? Zien we die aanpunting richting Groenland? Hoppa, dat zien we inderdaad. Kijk eens wat daar gebeurt. Ja. In deze zone groenere kleuren. Deze gele kleuren hebben de neiging om naar daar te evolueren. Zeer koud Oost-Europa ondertussen. En dan gaan we even zien wat er gebeurt. Gaat dat hoge drukgebied op wandel naar het kruis al daar richting Groenland of blijft het stationair? Nu, bij alle weervideo's, livestreams die ik maak, zeg ik grote korrel zout of bak zout naast uw bureau houden. Het blijven weersverwachtingen en weermodellen, dus voorzichtig zijn. Maar dit tweede weermodel, icon, evolueert gunstig. We gaan zien, jongens, richting 15 januari. Fasten je seatbelt, dit gaat een knaller worden. Ik zie het nu al, 12 januari. Kijk wat er hier gebeurt boven Groenland. Hoge drukgebied grijpt zich vast. 1030, 1035 hectopascal. Hoge drukgebied hier mogen we wegvegen. En wat komt daar naar beneden gedenderd? Een polaire luchtstroming wordt in stelling gebracht. Gaat dit een full house kaart worden? Man, man, man. We hebben hier low pressure die via Frankrijk naar de Alpen wil duiken. Als dat gebeurt en dat gaat in connectie gaan met koude lucht uit het noorden, dan kan er een potentiële sneeuwstormsituatie ontstaan ergens in West-Europa. Nu, voor dat soort details is het uiteraard wel zeer ver. Maar dan kan er een LMG ontstaan. Een heel moeilijke term, maar eigenlijk een grenslaag tussen heel warme en koude lucht en daar een windveld op, gekoppeld met sneeuw. Dus ja, mensen, icon, kijk wat daar komt afzakken uit het noorden. Man, man, man. Goed, we gaan naar GFS, het Amerikaans weermodel. Dat is ons derde weermodel van deze weervideo. Bent u nog allemaal mee in deze weervideo? Laat het ook maar weten hier in de reacties. Wat vindt u van dit soort weervideo's? Ja, heel enthousiast, heel informatief. Bent u winterliefhebber, zomerliefhebber? Laat het maar allemaal komen hier beneden in de reacties. En het Amerikaans weermodel GFS, ja, is wel eentje die we niet kunnen negeren. Net zoals het Europees weermodel ECMWF. We gaan even zien, hè. Wat bakt hiervan op korte termijn? Een blauwdruk. Yes, een blauwdruk van de andere twee weermodellen. We hebben high pressure zitten tussen Schotland en Noorwegen. We hebben low pressure zitten in het Middellandse zeegebied. Trouwens, er waren heel veel kijkers die zitten te wachten op deze weervideo. Dus als u op een zaterdagavond of wat later dit weekend kijkt, geniet daar vooral van. We gaan proberen ook op maandag misschien een extra weervideo te maken, maar ik laat het gewoon ook aan jullie over. Laat het ook maar weten hier beneden in de reacties als ik op maandagavond bijvoorbeeld die extra weervideo moet droppen. Even zien hier, 72 uur vooruit. Dan gaan we naar die 13 januari. Wat doet GFS? Het is krap. High pressure zakt in als een pudding boven het Verenigd Koninkrijk. Uitstel van executie. Gaat het een ander weermodel of een ander verhaal worden? Tricky. Aanpunting naar Groenland lukt niet ideaal 13 januari. Dat is het eerste weermodel dat we hier zien.
die aanpunting daar hapert. Is uiteraard maar één berekening binnen het Amerikaans weermodel, dus ik ga hier niet van panikeren meteen, maar toch een signaal. Hoge druk gaat wel weg daar, dat is goed. En dan gaan we even zien hier 168 uur. Hoppakee. En dan komt het alsnog goed. Oh, kijk eens aan, jongens. We zien hier vanuit het noorden die polaire luchtstroming naderen op het Verenigd Koninkrijk op de Noordzee. We hebben lage druk hier die de neiging heeft tot wat duiken in het Middellandse Zeegebied. Zou ideaal zijn. Dus ja, hier tot 192 uur vooruit. Ja, dat is eigenlijk een beetje de breektermijn binnen alle weermodellen heen. Verder, wij als weeranalisten gaan eigenlijk liever niet gaan, omdat alles boven de 200 meter, ja, dat is eigenlijk over een glazen bol wrijven. Dus dat is bijzonder gevaarlijk. Dus daar ga ik hier even halt houden. Dus ook voor jullie om in achterhoofd te houden, 192 uur, 200 uur. En een weermodel nu is eigenlijk de uiterste termijn. Dan gaan we even kijken naar het GFS ensemble. Het ensemble van de 6 uur run op 6 januari, jawel, was supergoed. We hadden hier hoge druk binnen alle leden zitten op het Atlantische Oceaan verhaal daar. Dus dat was een stevig hoge druk bolwerk. En dan hadden we low pressure zitten boven Scandinavië op een perfecte plaats. Dus GFS, de 6-zit-run van 6 januari was echt van te smullen. Nu, we gaan even vergelijken met de 12-zit-run. Hou deze kaart even in gedachten. En de 12-zit komt er nu aan. Wat is het verschil? Er is wel wat verschil, u heeft het gezien. Hoge druk hier op de Atlantische Oceaan, iets minder prominent binnen alle leden van het Amerikaans weermodel. Maar grootschalig gezien nog altijd high pressure op die Atlantische Oceaan en low pressure die voor een noordelijke luchtstroming zorgt naar de UK, de Benelux. Mensen, wat vond u van deze weervideo? Laat het maar even weten hier beneden in de comments. Vergeet zeker jullie duimpje niet en ook jullie mening. Maandag een extra weervideo, ja of nee? Als u nog niet geabonneerd bent, very easy, ga naar ons YouTube-kanaal. U ziet die zwarte knop, we gaan naar 30.000 leden. Ongelooflijk, een nieuwe mijlpaal, dankjewel daarvoor. En voor de rest ga ik jullie beslissing laten afwachten of doorwegen. Wat gaat het worden? Maandag elkaar terugzien of woensdagavond in een nieuwe livestream. Bye bye.